Goedenavond en welkom bij FC Afkikken. Ook deze week is er nog een alternatieve uitzending. We zijn druk aan het verbouwen, zoals jullie weten. Het nadert zijn einde. Hopelijk volgende week of die week daarna gewoon weer een reguliere FC Afkikken. Live met de speler uit de Eredivisie en wat journalisten. Maar deze week blik ik met Jean-Paul Rizon terug op de Eredivisie speelronde. En met Lars van Velsum op de vrijdagavond in de Jupiler League. En straks om 8:30 op Facebook gaan we weer een half uurtje napraten. En behandelen we al jullie vragen. Ik vond het vooral een heel leuk weekend. Op voetbalgebied dan. Ja, ik weet niet wat je daarnaast nog hebt gedaan, maar ik vond voetballend echt heel leuk. Nee, ik heb heel veel voetbal gekeken in binnen- en buitenland, ja. Ik heb enorm weer genoten. Ja, wat normaal de vrijdagavondwedstrijd zijn we normaal niet heel erg verwend meegeraakt dit jaar. Ik zat zelf in Duitsland, maar ik heb die samenvatting gezien. Willem II Sparta. Ja, het was gewoon een heerlijke wedstrijd. Ja, ik wou zeggen, want jij pakt de laatste week elke week de vrijdagwedstrijd. Zeker. En is die een keer erg leuk en dan ben je er niet bij. Ik zat niet bij zo'n leuke wedstrijd in het buitenland, maar bij Schalke, Eintracht Frankfurt, was vooral de sfeer wat ik heel tof vond. Een keer bij een harde kern te staan. De keurige jongen uit Alphen aan de Rijn, die maakt dat natuurlijk niet zo vaak mee. Maar Willem II, die, ik weet niet wat ze in de winterstop hebben gedaan, maar die hebben het wel te pakken. Ja, voetballen leuk, maar ook Sparta, hè? Ik bedoel, ze verliezen. Maar het leuke aan die wedstrijd vond ik dat het in de slotfase nog beide kanten op kon. Ja. En ook de beide ploegen voetbalden om te winnen. Ja. En, Moeten we het toch even hebben over Lamproe? Dat is een half jaar, hebben we niks over gehad. Ja. Maar dit is toch wel een vrije trap die je gewoon moet hebben. Het is in zijn hoek. Het was niet in zijn hoek. Jawel, maar, toch? Want die muur stond... Nee, kijk, het was niet was zijn in midden, hoek. Het was in het midden, toch? Een beetje, maar die bal ging helemaal om de muur heen. Dat was de analyse van Daniel erin en dat hij gelijk in. Dus hij had zoveel tijd om überhaupt in die andere hoek... Die muur stond niet goed, dat was wel zijn fout. Maar die vrije trap werd daar genomen en die muur stond zo... En dan stond hij hier, toch? Want Nee. Hij dook die kant op. En hij kwam helemaal zo. Dat zag ik het verkeerd, oké. Maar hij had zoveel tijd om er nog naartoe te gaan. Maar wel goed ingeschoten van Thomas Verhaar, daar niet van. Ja. Maar Sparta staat nu toch ook maar één puntje boven de na-competitie. Het verhaal van dit seizoen, denk ik. Ja, Utrecht wint wel weer. Dat hadden ze ook nodig, ja. Ja, toch wel raar dat... niet raar. Maar toch wel opvallend dat ze dan zo'n wedstrijd niet kunnen killen. Utrecht? Ja. Ja, nee, ja dat is misschien wel het grootste probleem bij Utrecht op dit moment. Ze hebben duidelijke kwaliteiten, maar je hebt het ook tegen Ajax gezien. Dat ze heel veel creëren, maar echt de trekker overhalen, dat is een tweede. Sivkovic stond voor de camera, die stond wissel. Maar ik vond het mooi wat Den Haag zei. Want het was voor de tweede of derde keer dit seizoen dat ze zes wedstrijden moesten spelen. Vorige keer hadden ze punten laten liggen. Toen zei hij, nou, nu dit wil ik weer voor zijn. Tegen dat het niveau... afneemt in de tweede helft. Dus ik geef wat jongens rust. Ja, nou ja. Er waren, en zeker met die 120 minuten. Hè, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Het is niet zo dat... hoe zeg je dat? Kijk, het was wel een behoorlijke inspanning. Ze hebben echt diep moeten gaan. En dat zonder resultaat. Afgelopen woensdag tegen Cambuur. Dus ik kan me dan wel voorstellen dat je dan op zaterdag zegt... Zeker tegen met alle respect, go ahead. Randy wilde zitten kijken. Ik weet het. Ja, Randy kreeg ook even rust. Ja. Wat langer rust. Ja, maar dat vind ik wel bijzonder eigenlijk. Maar, Ja, zeker omdat... Ja, nou, je haalt nieuwe jongens, er is concurrentie, dus in die zin kan je het nog wel zeggen. Maar daar, ik had meer van de Go Ahead Eagles uit de winterstop verwacht, zeg maar. Ja. Steeds verliezen ze ook met één doelpuntje verschil, maar goed... Maar het is ook niet zo dat ze, laten we zeggen, nog heel veel aanspraak maakten op iets meer, toch? Nee, Utrecht die was niet lat. Ja, op het precies. Eind. Maar Utrecht was niet denderend, maar wel... duidelijk de bovenliggende partijen. En dat zijn meer over Go Ahead eigenlijk dan over Utrecht. Ja, de meest lullige rode kaart die ik ooit heb gezien. Van Dermaatse. Nee, Matthij. Oh, van Matthij, ja zeker. Ja, ik dacht, omdat we nog even over Go Ahead Utrecht hadden. Maar Matthij, man. Ja, en dan wordt de afgelopen de vraag gesteld... mag hij daar uitglijden? Nou, dat lijkt me niet. Je mag nooit uitglijden, lijkt mij. Ja, mag je daar uitglijden, dat gebeurt. Het is ook zo lullig. Maar de andere vraag, moet je hem pakken? Ja, maar je kan natuurlijk normaal, moet je denken, maar dat is natuurlijk in een reflex. Precies. We hebben het een paar Als jij nu uitglijdt en ik loop hier voorbij, denk je, oh ja, ik moet hem laten lopen. Maar
Ja, zo werkt het natuurlijk precies. Niet. Precies. En we hebben een paar weken terug de keeper van Frankfurt gezien bij Leipzig uit. Die ook na 2 minuten eigenlijk de doortocht geeft aan iemand. En die ook zijn hand op de bal legt. Ja, ja, maar ik weet het niet. Ik eerder dit seizoen ook een reflex, weet je, viergever. Ja, thuis, of bij Twente. Maar precies, maar dat is in de 90ste minuut. Dus dat begrijp ik helemaal. Nee, maar ik denk dat het dus niet met de minuten te maken heeft, maar gewoon met een reflex in een persoon. Ja, nee, dat is zo. En, maar goed, ja, vervolgens kon Roda gewoon scoren. Ja. Vier keer. Ik denk dat ze nog steeds... Tjeerd komt wel. Wanneer begint carnaval, weet jij dat? 2-3 weken, denk ik. Nou, ik denk dat ze nu nog al bezig zijn met die voorbereiding daar in Kerkrade. Maar ze hebben er in het hele seizoen 8 gemaakt. En dan nu in 1 keer 4 erbij. Dat is toch netjes? Ja, nee, mooi. Die Paulus stond ook na afloop. Ja, ja, opeens 4 keer scoren. We kunnen het wel. Dus dat, dat is nou makkelijk zeggen, ja. Maar ze hadden sinds eind november niet meer gescoord. Dus nee. En we hebben een hele trotse stagiair. Want aangezien PSV gisteren het weer flikt in de dying seconds... Ja. Echt een spuuglelijke goal, maar ik denk dat ze er niet minder om malen. Sterker nog, dat zijn de lekkerste. Ja. 2 momenten die ik met je wil spreken. Eerst de 1-1 van Heracles. Thomas Bruns, die boos was. Omdat hij op de grond lag en ze waren doorgespeeld. Dus die spelers wilden hem feliciteren. Maar die was not amused. Nee, ja, dat vind ik een beetje raar. In de zin van, ik begrijp wel dat je... Ja, of hij had echt heel veel pijn dat hij zei, ga weg. En tuurlijk. Maar ik vond het juist van Christopher Peters een hele goede beslissing. Want, ja... Kijk, op het moment dat er niet direct een levensbedreigende situatie is... en je ziet een hele kansrijke positie en er lag ruimte op rechts. Dat was een fantastisch goal. Fantastische bal van Kouwas. Ja, dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Bruns op dat moment daar geen zicht op heeft. Maar als die boos moet zijn, dan zou het eerder op de PSV'ers zijn. Die eerst gewoon een aanval opzetten. FC Buitenlandkenner, Davy Prupper. Laatste wedstrijd gespeeld voor PSV, gaat hij naar Zenit? Nou, ik begreep dat het eerste bot te laag was. Maar laten we wel wezen, met Russisch voetbal is het geld nooit een probleem geweest. Dus ik neem aan dat die vroeg of laat gaan zij toch bieden wat PSV wil. En dan is denk ik iedereen tevreden. Kijk, voor PSV is het niet leuk dat de Davy Prupper weggaat. Het is denk ik een beste middenvelder. Maar tegelijk tegen bepaalde bedragen kun je geen nee zeggen. En, maar ik zou toch wel voor PSV zou ik niet voor onder de 20 miljoen gaan. 20 miljoen, ja. Nou ja, ze hebben genoeg... Gezien de bedragen die er op dit moment in de markt omgaan... je weet ook wat je aan Zenit kan vragen. Ja, zou ik daar toch wel daarop... Want in principe, je hoeft hem niet kwijt. Hij staat al 3,5 jaar onder contract. Gaat PSV versterking halen? Op zich, op het middenveld hoeft niet. Daar lopen ze. Maar voorin, ik heb vandaag zelf Sam Larsson aan het werk gaan zien. Ja. Denk je dat PSV zich nog voor hem gaat melden? Weet ik niet, maar dat is wel de enige positie zeg maar, op de flanken waar zij wel iets erbij kunnen gebruiken. Het was al niet zo heel ruim bezet. Nee. Met Narsing die je had, die is nu weg. Bergwijn die heel veel in zijn mars heeft, maar daar kan je nog niet helemaal op bouwen. Nee. Maar dat is ook het verhaal bij Ajax natuurlijk. Nee, vandaag weer genoten van Justin Kluivert, maar ik vind het wel te makkelijk om na 2,5 wedstrijd te zeggen over die jongen van met hem gaan we de hele tweede seizoenshelft in. Nee, bij Ajax heeft... Nou, ik weet niet hoeveel kansen gehad vandaag om een monsterscore te zetten. Het wordt maar 3-0. Dat maakt niet meer nog. Over Larsson. Iedereen had het hem daar. Ik was vandaag bij Heerenveen tegen FC Groningen. Of het misschien zijn laatste wedstrijd is geweest. Wat denk jij? Laat ik zo zeggen. Ajax of PSV, moeten ze zo'n speler halen? Ja. Kijk, hij is absoluut een kwaliteitsinjectie. Ja. En ook gezien zijn status als Zweeds international ga je hem altijd met winst verkopen. Ja. Alleen, hangt ook een beetje van de vraagprijs af. Je moet nu zeker niet tegen elke prijs... Maar onder de 10 miljoen moet je hem halen, toch? Gewoon. Nou ja, wat ik net ook zeg over Prupper. Gezien de huidige prijzen, Vincent Janssen ging voor 22 miljoen, Milik gaat voor 35 miljoen. Waar hebben we het over? Dan moet je het wel heel ver schoppen, wil je niet dat eruit halen. Ja. En het mooie, zijn tegenstander vandaag, Hans Hatenboer, die sprak naar de... Ik zei, kreeg een mooie pannen. zeker, maar hoe deed het je dan nog wat? Hij zei, nou ja, het is natuurlijk... Sowieso een fantastische voorhoede. In het begin van het seizoen zijn ze natuurlijk geslacht in eigen huis. Ja. Maar hij zei, Simon Tibbling, ze speelt natuurlijk in de zon en speelt Groningen. Die deed het meeste werk. Dus hij die eigenlijk kreeg ik hem pas in de laatste fase en dat ging vrij goed. Voor de rest was het vooral op papier een leuke derby, want op het veld komt hij niet echt uit. Er was natuurlijk de hele tijd liedjes heen en weer zingen over het spandoek dat gejat was. En de Groningen Fanatics die ermee stoppen. Vorige week was er natuurlijk ook een spandoek gejat, toch? Bij Utrecht. Ja. Ajax. Maar die stoppen er dan niet mee, of wel? Nou, kijk, het is volgens de ultra-code is het zo dat je... dan moet je ermee ophouden. Maar ja, de een neemt dat hele ultra-gebeuren toch iets serieuzer dan de ander. Ik vind het jammer, want ik denk dat de Groningen Fanatics best wel voor sfeer zorgt in het stadion. Maar als zij dat zo zien of vinden dat ze dit moeten doen, ja, dan moeten ze dit lekker doen. Ja. Ik hou ze niet tegen. Dan, transfer deadline komt eraan, 31 januari.
Groot gerucht. Joris van Overheem, vriend van de show. Misschien naar de tweede Bundesliga. Ik las het gisteren, ja. Bijzondere move. Ik ben ook heel vooral benieuwd. Doodzonde dat hij weggaat, toch? Dat sowieso, maar ik ben ook heel benieuwd naar zijn beweegredenen als het zover komt om daarheen te gaan. Ik ken Greuther Fürth niet zo goed. Nou, ik sprak hem zelf gisteren. De clubs zijn eruit. Ja. Hij zelf nog niet. Hij moet er nog over nadenken of hij überhaupt richting, wat is het, Nürnberg toch in de buurt? Het is eigenlijk een buitenwijk van Nürnberg. Ja, dat hij daar die kant op moet. Ik zie hem liever als je hem dan toch niet bij AZ opstelt bij een club gewoon in de Eredivisie. Ja, ik vraag me ook af van, nou, stel dat hij het dan heel goed doet daar. En dan? Ja. En vice versa, wat als hij het niet zo goed doet? Dan ben je wel gefaald bij een middenmotor uit de Tweede Bundesliga. En dat komt je status niet ten goede. Dan kan je inderdaad misschien beter een zijstapje of een stapje terugmaken in de Eredivisie. Jij zei gisteren Utrecht. Nou, Utrecht zit nu redelijk vol, maar dat was wel een prachtige club voor hem geweest. Man. Ja, dat vond ik echt hoor. Ja, absoluut. Even kijken. Ja, bovenin, niemand maakt bijna een fout. Ja, Feyenoord is nu nog bezig, maar het blijft spannend bovenin. Ja, het gaat toch een beetje toewerken naar die wedstrijden onderling. Toch voordat er fouten gemaakt kunnen worden. Ja, maar toch winnen ze ook allemaal niet. We zien het aan PSV. Nou, Feyenoord maakt ook een misstapje in de beker. Ja. Het is ook niet gezegd dat zij tot zeg maar de onderlinge confrontaties alles maar even gaan winnen. Zeker niet zelfs. Dus het blijft leuk, het blijft spannend. En ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Binnenkort trouwens weer, dit is natuurlijk een aangepaste versie, gaan we er weer met gasten er ook over hebben wie de kampioen gaat worden. Ik vraag het elke week aan jou, je blijft er nog steeds bij, hè, Feyenoord? Ja. Okay. Omdat ondanks maar dat is mooi, kunnen een mooie compilatie maken. Dat je gewoon Feyenoord. En dan uiteindelijk ga je me gelijk geven op speeldag 34. Dat de titel weer naar Eindhoven gaat. Dat sluit ik ook helemaal niet uit. Ik had het er met Jean-Paul over. Het was echt een heerlijk voetbalweekend in de Eredivisie. We gaan het zo nog even kort hebben over de Jup. Want jij stond in Velzen vrijdagavond. Voor mij niet in het supportersvak, of wel? Uitvakje. Uitvakje. Daar gaan we het zo even over hebben. Eerder ben je over de klap heen van afgelopen dinsdag. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, heb je de wedstrijd gezien? Ja, ik heb hem gezien. Oké, nee, ik vind eigenlijk dat je als Volendam zo speelde tegen Sparta, mag je eigenlijk niet anders zijn dan trots. Tuurlijk, het is zuur en het is onterecht dat ze eruit liggen, maar ja, ik ben gewoon echt wel heel trots hoe ze gespeeld hebben. Echt heel goed. Had jij gehoopt dat Kees eerder een pingel zou nemen? Of wist jij dit al? Nee, ik wist het niet. Nee, ja, ik had wel verwacht dat iedereen zou nemen, maar ja, weet je, uiteindelijk op Twitter is het wel vrij legitiem als hij gewoon zegt, ik neem nooit eentje. Ik vind dat ook juist eigenlijk, zelfkennis is, en je weet dat je niet een goede pingel kan nemen, dan kan je wel zeggen, oké, ik ben een aanvoerder, ik moet er een nemen, maar als je er niet goed bij voelt, dan zegt dat eigenlijk veel meer. Ik vind het bizarder eigenlijk dat Kevin van Kippensluis en Bert Steltepoel erop trainen. Ja, maar het gekke is, ik heb ze tegen Almere City, hebben ze voor mij ook allebei genomen, toen scoorden ze allebei. Voor de beker, toen was ik er. Mm. En Kees zegt het ook, hè? Ze trainen altijd daarna. Ja, spanning. Spanning. Ja. Eigenlijk net hoe jij je altijd voelt, vlak voordat je opgaat. Ja, nee, dat is waar. Maar je bent toch gewoon met me eens dat een bal altijd op doel moet? Ja, nee, maar... Want Sparta, die Mart Dijkstra schiet hem ook gewoon naast. Ja, maar wat wil je nou zeggen? Dat Roberto Baggio er helemaal niks van kon toen hij in 94 miste? En dat hij hem overschoot? Nee, dat is wel erg makkelijk. Nee, ja, nou dan. Tuurlijk, die gasten... Dat is wel zonde. Het is wel, ik heb er wel... Ik heb 2 dagen sowieso geen stem gehad. Nee. En het was wel topsfeer. Ze hebben goed gespeeld. Je kan alleen maar trots. En wat ik denk, ze winnen afgelopen vrijdag weer. Dat is een mooi bruggetje naar waar we zo heen gaan. Maar als ze dit kunnen tegen Sparta, dan moet dat wel hoop bieden voor de play-offs. Ja, dat zoals ze nu spelen, dan is het echt. Dan doe je echt niet onder voor bepaalde teams in de Eredivisie, denk ik. Nee, want goed, afgelopen vrijdag wonnen ze. Ja. Hoogtepuntje voor jou van de speelronde Jupiler League? Omdat je er zelf was? Wat mij het meeste opgevallen is, zeg maar. Ik denk de eigen goal in de laatste seconde van MVV. Waardoor ze dus gelijk speelden tegen NAC. Dat was echt ongelooflijk slemielig. Het was ook zonde, want de keeper van MVV speelde echt een topwedstrijd. En die Labiele, die wil hem zeg maar terugspelen. Labiele, zo heet hij, niet dat ik hem labiel noem. Maar die speelde dus de bal terug. En terwijl de keeper dus zeg maar 2 meter naar rechts stond. En die bal die rolt zo in het hoekje. Okay. Ja, maar je was zelf in Velzen. Ik was zelf in Velzen. Hele slechte wedstrijd. Maar heel gezellig. Wel heel gezellig. Kibbelingwedstrijd gewonnen, hè? FC Volendam van Telstra. Dus dat was sowieso een hoogtepuntje in de rust. Ja, minuut stilte voor Peter André. De oudspeler natuurlijk van Telstra en Volendam. Maar goed, de vrije trap van Joey Veerman. Ja, ik vind het ik heb het altijd over die jongen. Dus weet je, het wordt een beetje eentonig misschien. Maar nou ja, dat is niet raar als je voorzitter bent van de Joey Veerman fanclub. Nee, dat is waar. Maar morgen, ze kunnen nog vragen insturen. Er zijn al wat vragen binnengekomen, zag ik. Zeker. Ja, onder andere over het kampioenschap. Maar goed, heb ik vorige week behandeld. En ja, dat laat ik nog een beetje open.
Maar nee, ja, goed, vragen kunnen altijd ingestuurd worden. Cambuur is heel goed bezig. Naar? Hashtag JLWO gebruik op Twitter. Ja. Morgen om 8:00 is er weer een uitzending. Natuurlijk morgen ook FC Buitenland. Jordi en Chapal die gaan het uitgebreid hebben over de 6 grote competities in Europa. Volgende week zijn wij er weer, wellicht in de nieuwe studio. We zijn hard aan het klussen, zoals jullie in de leader hebben kunnen zien. En anders ga ik het gewoon weer doen met Jordi, Chapal en Lars. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot morgen bij JLWO of FC Buitenland.